dan ben ik wild beest. Die drukte me op een gegeven moment tegen de muur. Maar dat was wel heel ongemakkelijk voor mijn ouders. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgeluld. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. En de gast van deze week is Tess Milne. Welkom bij Tess, hè? Mijn naam is Tess. Ja, grapje. Wat is het dan? Ja, grapje, dat is het niet. Hoe kan dat? Hé. Hey. Hé. Hey. Waarom moet je nou lachen? Ik weet niet, jij moet ook lachen. Ik vind het gezellig. Ja? Ja. Je vond het wel spannend, hè, toen je hier buiten stond. Ik was echt zenuwachtig, want ik heb nog nooit zoiets gedaan over seks praten in een programma. Daar heb ik altijd niet voor gekozen. Omdat ik dacht dat het dan heel erg over mijn seksleven zou gaan. En toen zei een vriendin van mij, hello, het kan misschien ook wel handig zijn voor andere mensen die iets leren. Ja. En toen dacht ik, oh, 31 en ik leer nog wat. Nou, en daarom zit je hier dus. Ja, om te praten over seks en informatieve seks. Oké, laten we gaan naar de eerste vraag. Oké. Hoi, als ik klaar kom, dan voel ik mij een viezerik. Ik heb er met mijn vader al over gepraat en hij zegt dat het normaal is. Dat denk ik ook, maar toch voel ik me vies. Wat moet ik doen? Ja, ik herken dit wel heel erg. Ja? En wat deed jij toen dan? Ik zit dan porno te kijken en dat is dan vaak wel een beetje excentrieke porno. Omdat ik dat dan leuk vind, omdat het iets is wat ik zelf niet ken. Ja. En dan kijk ik het en dan ben ik zo aan het aftrekken erop en dan kom ik over mezelf heen. En dan is dat moment klaar en dan denk ik, ah, wat ben ik ook eigenlijk een smerig beest. Ik zou het gewoon zien... Als ik gewoon lekker alleen thuis ben en ik ben lekker chips aan het eten, daarna voel ik me soms ook wel eens vies. Maar het is juist top, want ik heb een genietmoment met mezelf. En zo zou ik het gaan zien van dit is gewoon even een genietmoment met mezelf om te ontspannen en gewoon even met mezelf te zijn. Ik ben een jongen van 15 en biseksueel. Ja. Is het erg als ik een meisje leuk vind en met haar een relatie zou willen hebben, zonder dat ik haar zeg dat ik ook op jongens val en ik het fijner vind om op jongens te rukken? Het lijkt me gewoon als je haar oprecht leuk vindt, dan is dat iets wat je misschien later nog kan vertellen. Ik denk ook omdat jij zegt van ik zou op jongens willen rukken, dan is het meer een beetje fantasie dingetje, misschien met porno kijken. En ik denk dat het mooie van fantasie is dat je dat echt voor jezelf mag hebben. Maar het is wel de vraag dus in hoeverre jij iets met die jongens wil. Stel dat je daar lijfelijk iets mee wil, dan denk ik dat het goed is om er eerlijk over te zijn. Precies. Ik en mijn vriend hebben regelmatig seks. Mm. Maar omdat we het thuis moeten doen met ouders en broertje en zusje in het huis, kan dat niet zo hard als wij willen, omdat ik veel geluid maak. En het kan ook niet helemaal naakt. Hebben jullie tips hoe ik me stil kan houden? Of überhaupt nog tips waar we het anders kunnen doen? Dit is het probleem. Dit is echt het probleem. Ik had er altijd best wel veel schijt aan, maar dat was wel heel ongemakkelijk voor mijn ouders. Als ik seks heb, dan ben ik niet meer echt bewust. Dan ben een wild ik gewoon... beest. Gooi je broertje eruit en claim de zolderkamer. Ja, of op tijden dat er gewoon niemand thuis is. Dat je die momenten een beetje pakt. Misschien moet je het gewoon omarmen als zijnde iets spannends of zo. Dus dat je er een spelletje van maakt om het zo stil mogelijk te doen. Ja, dat vind ik wel goed. Maak er een spelletje van. En wacht tot je eigen plek hebt, want dan... Oh, jongen. Dan gaat het dak eraf. Ik ben 18 en heb sinds 4 maanden een relatie. Mm-hmm. Zij heeft nog nooit gezoend, et cetera. Zij is bijna 19. Ik heb wel alles gedaan... Maar met haar nog helemaal niks. Mm. Ze vindt het lastig. Ik ook. Ik heb veel geduld, maar omdat we niet eens zoenen, lijkt het meer om een broer-zusrelatie. Wat moet ik doen? Want er lijkt geen verbetering in te komen. Ik denk dat het iets is wat zij misschien bij zichzelf moet ontdekken. Want als jij niet wil zoenen met je vriend en je bent 19, dan ligt daar denk ik wel iets achter. Maar meer ook gewoon vragen waarom ze niet wil zoenen misschien. Ja, ik zou dan persoonlijk niet een hele situatie misschien creëren. Omdat, stel je voor, ze is wel, heeft een nare ervaring gehad met een andere jongen. Waardoor ze gewoon op slot zit. Ja. Kijk, ik heb zelf ook iets naars meegemaakt met die jongen. En ik heb daar toen 1,5 jaar, 2 jaar lang niet over gepraat. Daarna wel. En toen was ik er schijnbaar klaar voor om erover te praten. Wat was er gebeurd? Of wil je dat liever niet vertellen? Dat is oké. Ik kan er nu over praten, gelukkig. Ik heb een hele nare ervaring gehad met een jongen die mij verkracht heeft eigenlijk. Ja, toen was ik 19. Ik kon het gewoon niet aan. En toen heb ik het tegen mijn tweelingzus gezegd. En toen begon er licht te komen op die super donkere plek die ik in mij meedroeg. Wat ik merkte is, zodra ik ging praten over dat donkere stuk in mij, wat mij was overkomen. En ik zag dat ik daar andere mensen mee kon helpen. Dat is verlichting. En weet je, nou hoeft dat bij jouw vriendinnetje... Nee, het is heel zwaar geworden opeens. Nee, ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik denk wel door het verhaal open te breken en te laten zien dat je ervoor er bent en het juist
Dat je juist wil helpen, dat dat alleen maar goed is. En ja, en ik denk voor alle andere kijkers die misschien wel zoiets hebben meegemaakt. Als ik hier, stel je voor in deze caravan met een trauma zit. En ik blijf hierin zitten, die energie blijft dan hier vastzitten. Ja. Als ik besluit dat Jurre buiten staat, ik doe de deur open en ik ga met hem praten. Dan komt er letterlijk zuurstof en licht bij. Hmm. Hij durft het zeker niet meer te vragen. Nee. Ik heb hem bang gemaakt. Als een jongen mij wil vingeren, moet hij mijn buitenste schaamlippen, waar schaamhaar op groeit, met zijn vingers opzij doen om bij mijn clitoris te komen. Vaak zie ik bij andere meisjes dat ze zelf bijna geen schaamlippen hebben en waarbij je niks aan de kant hoeft te doen. Dit maakt mij erg onzeker en hierdoor durf ik ook niet een jongen in mijn broek te laten. Ik heb ook wel eens een keer met een jongen iets gedaan, die had niet een super grote piemel. Ja. En die zei gewoon, ja, hij is niet zo groot, maar ik ben er gewoon helemaal cool mee en het wordt gewoon fantastisch. Oh, dat is toch fantastisch als iemand dat doet? Precies, en hij stond daar en er was geen eens ruimte om er iets anders van te vinden. Nee, als je onzeker bent over iets en je gaat erover zitten, dan kom je daar niet mee verder. Het maakt je niet mooier, je hebt er alleen maar zelf last van. Precies. En op het moment dat je dat gaat omzetten en gaat inzien en gaat denken van nou, ik heb andere hele mooie dingen. Juist mijn onzekerheid zou ook mijn kracht kunnen zijn. Dan maakt iets negatiefs je dus toch sterker. Ja, dus... Maar geniet er dus gewoon van. Precies. Geef ze liefde. Ik ben verliefd op iemand die 10 jaar ouder is. Mm. Ik ben 20 en hij is 30. Ja. En hij heeft ook al een paar jaar een vriendin. Vorige week hebben we seks gehad en nu wil ik met hem zijn. Ja. Maar hij woont samen. Mm. Wat moet ik doen? Ik denk het leeftijdsverschil is nog niet het grootste probleem. Het feit dat hij een vriendin heeft is wel een dingetje, toch? Heb jij dit wel eens gehad? Dat je verliefd was op iemand wat niet handig was? Nou, wel een jongen waarvan ik wist dat hij niet echt goed voor me was. Ik heb het geluk gehad dat ik ben opgevoed door een hele feministische moeder. En die zag me huilen om hem en die zei, je weet dat hij het niet waard is. Toen heb ik hem omgebeld en zeg ik ben meer waard dan dit. Ja, en ik denk ook dat je je moet afvragen, hoe waardevol is de situatie die je nu hebt voor jou? En ben je dat waard? Maar dat moet je wel bij hem neerleggen. Ja. En hem die keuze laten maken en laten weten wat jij wil. Precies. God, ik ga echt in therapie bij jou. Jij kan het supergoed. Ja, ik zit naar jou te luisteren en denk, ik had jou nodig gehad toen, joh. Dat, ja, jij bent goed hierin. Ja. Nou, wat chill dat ik hier zit dan. Ja, ja. Ja. Dus succes. Oké, wie gaat er beginnen? Jij. Omschrijf de spannendste nacht die je ooit hebt gehad. Ik ben nu 2 keer in mijn leven ben ik naar een gay sauna geweest. Dat is dus een ding. Ik kende dat ook niet. Ik ook niet. En echt, ik vond het zo spannend. En iedereen was naakt en iedereen keek ook naar ons. En het was dan zo'n hele donkere sauna en iedereen liep daar een beetje zo rond. We hadden afgesproken dat we het alleen maar met elkaar zouden doen. Okay. Toen mijn ex, die drukte me op een gegeven moment tegen de muur. En die ging me dus pijpen in een hele grote ruimte. En ik stond gewoon zo en ik dacht, oh my god, nou dit gaat dus nu gebeuren. Oh my god. En hij ging mij pijpen en echt, nou er kwamen denk ik 30 mannen om me heen staan. En die gingen gewoon allemaal naar ons kijken. Dus als ik eraan terugdenk, denk ik ook, het is goed dat het is gebeurd, want dit doe ik nooit meer. Nee. Maar het is wel echt een hele spannende keer geweest. En een goed verhaal om te vertellen. Ja. Oké, ik ga ervoor in deze. Welk seksspeeltje zou je willen zijn en waarom? Oh, op welke plek zou je als speeltje... Wil je bijvoorbeeld een anaal speeltje zijn of wil je een tepelcreme zijn? Nee, dat zou denk ik een zweepje zijn. Oh, zou, ja, die is snap goed. Je? En dan zou ik mensen gewoon slaan en dan zouden ze rode strepen. En dan zou ik er toch nog zijn, want je ziet de rode strepen. Goed antwoord, hè? Zo, dat is echt een goeie. In plaats van in de... Of... Stout ook. Oh, dankjewel. Echt stout. Ja, dankjewel. Applaus. Applaus voor het zweepje. Tess het zweepje. Komt-ie maar. Okay. Nou, dankjewel hè. Yes. Doei je. Later. En dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer je hier en hou hem hard.